Doe deze, deze. De eerste dan. En hou je de voorwerpen. Mooi. Ja, de kies eigenlijk omdat ze door vuur geroepen is. Dat heb ik wel duidelijk ervaren, joh. Het is wel een keuze, dus eerst joh, op een uitnodiging. Maar ik heb bijvoorbeeld nooit gezegd van, ik van kind af aan, ik wil priester worden of zo. Ik wil eigenlijk het anders, ik wil het hotelvak. Hè. En naar de hand dacht ik wel eens, ja, nu ben je butler van God geworden. En nu in de, ik heb die school ook gevolgd, de horecaschool in Heerlen. En ja, dan gaandeweg die studie merkte ik gewoon van moeten ze met die leren niet echt veel meer doen. En toen kreeg ze eigenlijk zo'n onrust en je hebt er zoveel moeten loslaten. Want toen heb ik in zo'n overtuiging gedoord dat ik dacht van dat kan geen fout zijn geweest. Ik denk, die keuze is goed geweest. Dat is, ik heb het beantwoord, maar het is van de andere kant ook altijd weer beantwoord. En ik ben echt gelukkig. Ik kan echt zeggen dat ik merk van, ja, dat is over en weer. En dat is heel moeilijk te begrijpen voor jullie die dat niet herkennen of niet kennen. Maar voor mij wel, en het uitzicht in een, dat ik dit werk of dit leven ook heel fijn vind. Ja. En dat ook innerlijke rust in heb, is geen onrust of zo. Zal 99 schapen achterlaten om maar één te zoeken. Dan denk je toch, laat maar lopen, ik zorg liever voor die 99. Hij is de God van verkwistende liefde. Hij is de God die blijft zoeken naar het verhaalde en in vertrouwen de rest achterlaat. Ik dacht dat ik op zou houden met regenen. Kees, wat ik heb meegebracht om de salade lekker te maken. Romantisch. Portje, voor de kou. Een beetje voor de koude film. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, zegen ons en de gaven die wij van de goedheid mogen ontvangen door Christus onze Heer. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschap. En ze heeft ontvangen van mij. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Heer, geef onze overledenen de eeuwige rust. En het eeuwige licht. Zij mogen rusten in vrede. Amen. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Smakelijk. Hier in Tegelen ben ik benoemd eigenlijk in november 97. Dus ik ben eigenlijk in mijn 13e jaar. En hebben dus deze zomer het koperen jubileum gevierd, 12,5 jaar. Wat ik zou doen. Ik heb wel geleerd überhaupt dat de agenda heel flexibel is en dat ik me er ook niet te veel op moet vastpinnen. Dus de dingen die komen elke dag terug, maar op verschillende tijden. Dus ik heb voor mijn persoonlijke gebedsleven, er zijn er 5 gebedsmomenten op een dag. Dan komt er elke dag minstens 1 eucharistieviering. En op jaarbasis zijn er in Oost-Parochiefederatie ongeveer 140 kerkelijke uitvaarten.
Dat betekent dat er 2-3 keer per week is dan uitvaart. En dat komt er dan bij. Huwelijksmissen, angermissen, nog jubilea of feesten van mensen of zo. Ja. We geven les op school, we komen in het ziekenhuis. Dan moet natuurlijk ook tijd zijn om dingen vuur te bereiden. Want bij elke mis wordt wel een woordje gezag of wordt gepreekt. Of, ja. Dat moet ook vuurbereid worden, dat moet je toch even verzetten. Dan krijgen ze alle bestuursfuncties, die zijn voor mij dus anders wie veel kaploon. Hè. Ja. Dat is heel wat, hè? Ja, en alle, het meeste is niet gepland. Hè. Dus in een dag verloopt altijd anders dan ze zelf zal denken. Heb je nog wel tijd voor jezelf? Ja, maar dat is ook altijd anders. Soms begint dat hier laat. Gisteravond bijvoorbeeld wordt het 11 uur worden nu hier in huis. Dus voordat ze dan ja, echt ook voor zichzelf rustig is. Hè. Dat die Anne los even met de hond gelopen, dan even nog gebeden. Dan kiezen ze even de krant. Of ook heel verleidelijk dan even op internet kijken naar de post. Hè. Victor had een account en ikzelf heb een account, wat door Anne binnenkomt. Victor Huis is heel veel op te doen. Jullie reageren op wat er geschreven is. Of die alle vormen van communicatie. En daar is dan het meer tijd vuur. Maar feitelijk is dat ook werken. Dus het echte ontspannen. En ik ga daar wel proberen 1-2 keer per week te gaan zwemmen in Kallekirchen. Om even de been te strekken en het te doen. Ja, ik moet natuurlijk met de hond wandelen, hè. 2-3 keer per dag. Nou, het Victor van op zich, dat is eigenlijk geboren uit een zekere noodzaak. Ik vond dus dat het sociale gezicht van de kerk, dus echt het helpen van iemand anders, ook concreet met geld of met goederen, dat wordt eigenlijk niet mogelijk, want we hebben geen putje vuur. Zo moet een putje vuur komen. En zo is dat eigenlijk gegroeid. En ik heb de hond er veel ingezet en dat was een hele goeie. Dus de hond spreekt heel erg aan en daarmee is heel veel draagvlak gecreëerd voor dat Victorfonds. En inmiddels schiet er al heel veel geld in en er komt heel veel geld binnen van goedmenende mensen. En het geeft ook heel veel uit naar de mensen die dat concreet hier in onze eigen omgeving kennen gebroken. Kijk, een hand gehad en je bent ging naar Amerika. Ik weet niet of met de campers in Amerika komt. Nou, dat is maar wij dan nu door waar komt, kan het verkopen. Ik wil door, kan ik ervoor. Ja, ik wil wat voor je doen. Nou, hier gaan we dan naar mevrouw Fransen. Mevrouw Fransen woonde er altijd met haar zus en die is overleden. En nu breng ik haar op de eens per maand eigenlijk de communie op eerste vrijdag. Ja. Wie ik oorgewerkt was, heel niks meer voor mij te doen had. Ja, toen was ik 52 jaar. En toen was ik toch nog, ik had niet geen geld genoeg tot 64 jaar. Ja. Niks te doen, dat ging niet. Ja. En ik zag wel, ja, ik heb ze weer even komen vragen. Of u wilt ook aten. Ja. 100 jaar noemde deze maand. 100 jaren. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mogen dit water u herinneren aan uw doopsel en uw geest richten op Christus die voor ons geleden heeft, gestorven is en verrezen. Om dit sacrament goed te kunnen meevieren, vragen we Gods vergevende liefde. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer, zie dan hier het Lam van God dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek slechts zijn woord en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus. Amen.
Jezusje. Het is een geweldige hoe je letterlijk en figuurlijk lezen en schrijven kan. En je hebt een hele goede kameraad aan, maar ook, en dat, ja, het maakt, ik vind dat een honk, dat maakt heel veel los bij zichzelf. Ik heb toen wel eens gezegd dat dat priesters eigen huisdier zouden moeten hebben. Dat zou heel goed zijn voor een priester om het echt concreet te moeten verzorgen. Dus we zitten altijd met de zorg voor andere lui, dat klopt toch wel. Maar echt om te kijken als zo'n klein hunke gegeten had, gedronken of alles gedoe had, is toch een andere zorg. Het is wel echt een huisgenoot, dat wel. Ja. En ook dat zo'n stukje met spelen kennen ze, met knoevelen kennen ze. Ik denk dat dat toch ook dat is ook een facet wat in ons leven natuurlijk ook anders gestalte krijgt. Maar door met een honk te spelen en te rennen en zo een beetje te zogenaamd te vechten of te worstelen. Ja, dat maakt van alles in die glos wat er anders niet zo goed komt. Ik vind dat goede dingen allemaal die daar in dat opzicht pasten echt bij mij. En Victor? Ja. Had een witte roers gekregen? Ja. Dat zijn die lange. Ja. Die zijn chic. Die houden goed. Ja. Maar blijf maar fijn joetsen, dat is goed. Ja, dat ding ging ook. Dat postuur Duitse merkt goed. Oh, zie je zeker dat in alle kanken weer tegen tegel op henken dragen. Dat kan ik hem maar net geven. Een paar boodschappen kunnen doen. Eigenlijk wordt er voor ons gekookt. Door een mevrouw in de parochie. Maar we moeten dan toch een beetje voor het nagerecht zorgen. En de boterhammen en zo. Ik vind het ook, het is niet alleen functioneel. Dus we kennen ook een beetje hoe het stuk wat we lekker vingen. Maar vooral vind ik dat het, dat ze onder lui kunnen, ze ook wel werken. Ook wel, ja, eigenlijk hetzelfde. Hè. Ze weten wat er te koop is, letterlijk en figuurlijk. Dan steekt ze er een beetje anders in. En dat vind je ook altijd interessant ook. En ontmoet ze altijd mensen. Willen die gaat vragen en hebben ze geen tijd of geen zin in die zin dat die toon nu op dat moment niet de antennevuur is om er goed naar te loesteren. Want nu beginnen heel vlot over het wat hun erg dierbaar is en dan moeten ze er feitelijk ook nog kunnen loesteren. En ja, die tijd is er gewoon niet altijd. Dat vind ik wel eens lastig, joh. Ja. Nou, Victor, dan laat ik die even zitten en dan. Ik kom van hier even bij Jan Linders, want toen mocht ze niet meer naar binnen. Ik kom van hier even boodschappen. Een knachtwisje zal Victor mee denken. E-mails op een dag? Ja, toch wel. Het begint immer intensiever te worden wat nu via de mail schikken. Soms zijn het hele persoonlijke dingen. En er is ook heel veel reclame en notulen via de site binnen. Maar ook misintenties. Dus wat vroeger telefonisch ging of wat nu dan doorgoven op het kantuurke. En die kan ik eigenlijk wel heel gemakkelijk doorklikken. Dus we hebben een intern systeem hier wat ik eigenlijk niet hoef te weten, dat het ook gelijk doorkent. Maar het werd wel altijd intensiever. Ik kan, als ik ene dag niet kijk, dan zit ze al heel veel in de problemen. Ja. Je hebt ook een eigen website en je doet een Hives. Ja. Je werd toch wel gezien als een moderne pastoor. Ja, wat Hives aangeeft, dat is eigenlijk van Victor. Hè. Dat is, Victor is zijn naam, dus mijn naam komt eigenlijk helemaal niet op vuur. En ik maak hoofdzakelijk gebruik ervan om een blog te schrijven en waar u dan op reageren. En zo kan ze toch
ja, de boodschap op een heel ja, moderne manier verpakt. Kent ze ook bij heel jong lui kregen, want dat is in de kinger van 8, 9 jaar op huis. En die deden ze dat dan ook. Ja. En dit wordt tijdens de repetitie van het koor, een stuk Never Kaploorn. Ze van het zingen bij de cd-opname. En dit zijn alle leden van Excelsior die bij het passiespel horen. En dit wordt de familie waar ik bij hoor, de Huske 6 is dat. En het wordt een hele gezellige, leuke club. Ja. Ik heb een eigen beertje. Ik heb dus een hele hoop piet sparen met de griem. Ik kom je even omkleien en voorzien dus zo. Tot zo. Nou, succes voor de laatste keer. Tot straks. Hoi. Ja. Hoi. Zo, dat is een verkloor. Oh, dat is ik geloof van die 23 voorstellingen heb ik toch, ik meen 16 of 17 metgedaan. Ja. Op de zondagavond was lastig en 3 keer in de zondag heb ik gemist. Ja. Heb je er een tijd voor gevonden? Ja. Maar we waren natuurlijk wel zo dat de middag op zich wordt geen probleem, maar wat ze smiddags deed, dat moet ze dan wel op een ander moment inhalen. En dat wordt wel eens hectisch zo, maar ik heb het geer gedaan. En het resultaat vind ik zelf is heel mooi. De regisseur net veel bedankt voor wat, ja, wat het passiespel is, echt een stukje van het leven. Dat heb ik ook duidelijk gemerkt en ik vond het heel fijn om door op die manier eigenlijk mijn bijdrage aan te leveren. En ik heb natuurlijk ook de mogelijkheden dat ze in de kerk door Dukker over kan spreken, dat ze de passie spelen in een veel groter verband plaatsen. Zo al die parochianen, al die kerkbezoekers, die hebben ook veel meer van de passie spelen metgekregen en liggen ook veel meer verankerd in de Tegelse gemeenschap. Dit is niet een toneelclubje die toneel spelen, maar er gebeurt het met een hele gemeenschap of een geloofsgemeenschap. En dat vind ik echt heel belangrijk aan de passie spelen. Daarvoor heb ik met Kaploorn samen dus intensief aan metgedaan. Ja. Dat is ook een prachtige kans om dan dichter bij de gemeenschap te zijn. Oh ja, en er zit zoveel in dat passiespel. Wat de regisseur zag, hè, alle details eigenlijk kregen een plaats ook in ons gewoon leven. Dus dat gaat dadelijk door, het spel is al afgelopen, maar de passie, maar ook wat erachter ligt, achter de passie, de verrijzenis, dat gaat ook door. Ja. Nou, succes. Let's dank je, dank je. En ik ben heel blij dat dadelijk dat beertje ervan afging. Oh ja, want dat was ook iets voor het Victor Fonds. Ja, ze verzamelen de horen van de mensen en die werden dan weer doorverkocht voor het Victor Fonds. Maar ik neem alleen maar geld aan en geen horen. Ja. Mijn passiespelfamilie. En dat zijn de 3 kindjes. Joram, Yara en Fabienne. En we hebben een oudere broer, dat is Jan. En de rest zijn allebei nog jong nu. Heel jong. En Joram, die zit straks ook nog op de eerste, hè, Joram? Ja. Goed zo. Dat is eigenlijk een beetje zwak. Het is weer de nezel op. Is dit de eerste keer dat u meedoet? De eerste keer, ja. Ja. Soldaten weg, alles weg.
Zijn er dingen die je absoluut niet kan doen als pastoor? Er zijn dingen die zijn die ik niet moet doen, maar van de andere kant, ik merk niet, ik voel me toch niet in belemmerd. Ik hoop niet zo gek van, dat zou ik hier willen en dat, dat ken ik niet. Nee. Want in hoeverre kent je jezelf zien? Oh, ik denk dat ik toch, ja, wanneer ben je echt ikzelf, hè? Ik denk dat ik dat van heel groot deel ben. Ik ben gewoon mezelf. Ja. Wat vind je eigenlijk van het celibaat? Ja, dat doordringt in het hele leven. Dus afgezien van de discussie rondom het celibaat, vind ik wie ik door, ja, wie ik het zelf beleef. Dat vind ik ook een heel belangrijk uitgangspunt, dat ze daarvoor geroepen moet zijn op de eerste plaats. Ik vind het ook niet opgelacht, ik voel me daartoe geroepen. En dan is het al, dan is het al anders. Dan is de, dan leefste wordt ze nog geholpen bij. Je wilt dat zelf ook invullen. En ik zie heel veel voordelen ervan om zo te leren. Zoals? De beschikbaarheid, de totale beschikbaarheid. Om s'nachts en overdag er kloot te stonden om je werk te doen. Ook de totale beschikbaarheid om er voor iedereen te zijn. Niet alleen altijd, maar voor iedereen. Je hoeft dus niet eens te kijken van, oh ja, dat is zijn vrouw, of dat zijn zijn kinder, of dat zijn, dat steekt aan. Ja, dus je is heel neutraal tussen alle relaties in. Hè. Daarmee kan zich ook heel veel zelf permitteren, in die zin. Hè. Maar het is wel heel veel gevraagd. Huurt dat nog wel bij deze tijd? Ik denk dat altijd veel gevraagd had, ook in het verleden. Van mensen, altijd. Die hebben altijd zoeën. Dan hebben ze de drempel ervaren of die moeilijkheid. Ik denk dat er. Het is ook niet gemakkelijk, maar het is net zo makkelijk of net zo moeilijk als elke andere relatie. Die zich op den duur ook zal uiten in ja, een zekere vorm van gewoonte of misschien zelfs sleur. Maar dat ze door ja, zelf ook diepte aan moet geven. Het is gewoon een levende relatie. Alleen voor Annelie heel, ja, heel abstract. Maar voor mij heel levend. En die doordringt ook. Ja, die hele leven is er ook niks van uitgezonderd. Dus we zijn ook niet van steen. Hè? Ook de seksualiteit speelt er een rol in. Hè? En dat moet ze ook kanaliseren of er een plaats in geven. En is het voor jou ooit een probleem geweest? Heb je momenten gehad van... Er zijn wel momenten geweest, joh, dat Annelie in die leven komen. En we zeggen van, ja, wie geest hier noemt het? Lui die opeens heel erg aanspreken of... wat stoerbeens voelt, van ja, die trekken zich aan, hè. Dit gaat echt niet aan die voorbij. En ik ken ook een periode zien dat ze door... Wacht, werd heftiger door, werd geraakt of werd verontrust. En dat, ik denk, als je dat rustig aanpakt, dan kun je ook wel doorheen. Maar ik zeg niet dat die dat niet raakt of dat Anne maar langs zich aanvult. Dat zeker niet. Wie bedoelt je dat, als je dat maar rustig aanpakt? Als je dat maar niet aan denkt? Of nee. Geen gekke dingen doen natuurlijk, hè. Het niet bewust voeden. Maar anderzijds ook met de lui die goed kennen, door in een eerlijk gesprek over spreken. En anderzijds denk ik ook, en dat had nog bij mij toch nog altijd de overhand, doe normaal. Dus zo normaal mogelijk, wie ze ook met anderzijds omgehoorden, hoe ze niet te zeuken. Maar als ze zichzelf zo in een korset gaat persen van gedragingen, dat is ze ook onecht. Doe gewoon wat ze normaal ook zo doen. En als ze maar weet, als lui weten wie ze ineens zit, dan zal die zich echt niet betichten van dit of dat. Dus dat. En dat heb ik eigenlijk op alle gebieden.
We gingen met de vastelovende want hier in de tent ook naar binnen gewoon om dan met jullie een rondje te hossen of te gaan te drinken. Dat zou ik echt niet meer scorig nemen. En zelfs als ook te omvallen, bij wijze van spreken, dan denken ze van, nou ja goed, iedereen kan ze omvallen. Je ziet ook maar een mens. Ja, laat ik ook gekend zien. Ik heb geen zin in een dubbel leven. Dat werkt niet. Dus wie opener, ja, wie beter. Hè? Maar van de ene kant zeg ik ook, ik moet nog wel, ik ben toch 24 uur pastoor. Dus ik zit toch wel een beetje in een rol. Ja, dan moet ik altijd toch bewust zien van wie dat ze is. Dus om die nou echt te laten gaan. Maar ja, of ik die behoefte heb, dat is natuurlijk ook een voor. Maar in het Westen, en vooral Nederland, gewoon steeds minder mensen naar de kerk. Ja. Wie ziet je dat in de toekomst? Ik denk dat we nog altijd meer terug moeten naar, naar een versmalling, naar een inkrimping eigenlijk van de kerk. Om ons nog meer te kunnen bezighouden met wat we nou eigenlijk vergeet. Dus ik heb nu de zorg hier voor 5 kerkgebouwen. En ik merk het gebeuren, dat geeft niet meer. Dus er komt veel te weinig geld binnen om al die gebouwen te onderhouden. Dus we zitten nog altijd op oude structuren van zoveel parochies, zoveel kerken, zoveel ambtswoningen en zo. Terwijl we dat helemaal niet meer kunnen betalen en dat ook niet echt nodig is. Dus er moeten nieuwe vormen komen waarin dat beleefd wordt. En daar zijn we heel hel mee bezig hier in onze federatie. En van de andere kant dat we ook ons kunnen inzetten door wat nodig is. Zeg, waar had die boodschap nu, waar is het nou echt nodig dat we Gods stem laten horen, die boodschap laten klinken? En heb je daar een idee van? Ja, dat vullen we ook feitelijk in. Hè. Dus ik denk dat er het onderricht is heel belangrijk, catechese. Dat we uitleggen wat er überhaupt gebeurt. We proberen dat ook in bredere zin te doen. Bijvoorbeeld het kerk- en kroegverhaal is dat ook. Hè. We gaan dus naar andere locaties om jullie te vertellen over het geloof. Ik denk dat er heel veel onwetendheid is. Er is genoeg emotie. Jullie lopen tegen genoeg dingen op waar uitleg gegeven kan worden. Maar van de andere kant missen we ook heel veel kansen. Omdat we door niet die zijn en die kansen moeten feiten creëren. En dat zijn tendensen, daar vind ik zelf van, dat we erop moeten inspelen. Dus dat we bijvoorbeeld kunnen eraan werken dat voor 1 kerkgebouw zo inrichten dat voor breder publiek toegankelijk is en waarvoor ook meer kennen doen wie alleen die Eucharistieviering om die mensen binnen te houden. We kunnen van heel veel lui toch vasthouden om hen toch nog iets van die christelijke boodschap mee te geven. En dat denk ik, dat ligt echt een uitdaging voor deze tijd. Dit is een leidraad geworden voor mijn priesterleven. En wat is het voor een boekje? Dat is een boekje, dat had een bischop geschreven, van hart tot hart. Het is een prachtig boek. En het is zo inbeschreven wie het ook in werkelijkheid is. En het verrangen is dat geschreven is door de bischop die nu onlangs eigenlijk veroordeeld is in Brugge. Voor die relatie met dat neefje. En dat is zo jammer. Ik vind het onbegrijpelijk. Want hier wordt heel fijn, op een heel goede manier in beschreven, wie een priester eigenlijk in zijn werk steekt. Want je kan dit boekje zo als een kopie naar het leven leggen wie ik leef. Je ziet dat ik volgens dit boekje leef, maar dit boekje had me gewoon ook gevormd, denk ik. En ik vind het heel vreemd dat de priester, dat nu aan het boven water is gekomen, wie die in het leven leeft. En denk van, ja goed, dat is dan misschien gaat uit zijn verleden, dat had hij willen opruimen. En dat had ook, denk ik persoonlijk, niet de kans zo gekregen. Omdat andere lui te zien blijven hangen in nee, daar hebben ze niet kort gedaan. En dan moet... Ze is er wel een beetje compassie mee over. Ja, want ik denk dat wie het hier beschrijft, dat er zo ook echt is. Anders herkent ze dat niet zo verwoorden, denk ik. En, ja, nu blijkt dus dat er ja, ik heb daar compassie met, joh. Maar het is ook een teleurstelling. Ja. Maar het deed niks aan van de woord die hij schreef. En ik probeer eigenlijk te begrijpen waarom dat daar hingen dan niet lukt, hè.
Dus ik heb hier een hoes, een kamer gereserveerd eigenlijk, waar je kan schilderen, waar je materiaal kan laten liggen. En dat wil ik gewoon even laten zien. Ik ben zelf bezig met dit werk hier. En dat vind ik nog veel interessanter eigenlijk. Het is een puzzel. En het leven is ook weer een puzzel. En dat moet straks zo aaneen komen. Alleen, dit zijn nog de basisfiguren. Straks wordt dat veel abstracter. Nou, wat duidt het zomaar weg, dat schilder? Als ik een schilder ben, dat ik even helemaal weg ben. Dat het is heel raar dat ze met je bezig is en totaal ontspannen is. En soms drinkt je een glaasje wienbi of zelfs een sigaar ook. Dat vind ik ook wel lekker. En dan zit ik hier en dan doe ik dat. Ja. En eigenlijk te weinig. Ik denk dat ik het meer moet doen. Ja. Het schilderij heb ik ook zelf gemaakt. Ja. Beetje vlot. Ongenuanceerd, maar wel van harte. En dan doe ik gewoon het... Ik vind het mooi goed zien. En het had ik het huiselijks. En Kaplonde speelde zwaar piano. En wanneer ik dan aan het koken ben, of wanneer ik het kleuren maken, dan wil ik daarmee heel driftig spelen. En dat geeft heel veel huiselijkheid. En dat is, dat vind ik wel fijn. Het is een piano met een beetje geschiedenis erachter. En ja, dat vind ik wel fijn. Maar zelf speelt je niet? Nee. Ik zing alleen. Ik heb wel een gitaar. En door ik ook af en toe ga tokkelen. Maar het is net goed voor de kinderen. Dus op Sjoe vroeg ik dan, wij kennen het. En als er iemand is dat beter kent, geef meteen de gitaar aan. En wanneer er neer is, dan zijn ze allemaal verbaasd over mijn gitaar spelen. Dus zo'n beetje, ja, maar goed. Je vader leeft nog, hè? Pap leeft nog, joh. Mam is in 2003 is die plotseling overleden. En dus heb ik heel veel, ik heb al begraven en ik heb er heel veel vrede mee. Ik denk echt dat de man heel dicht bij me is. Nog dichter feitelijk bij de pap, want hij is in de kerk gewoon. Dat is 80 kilometer weer. Maar de man die is hier bij me. Ja, er heel veel steun aan. Ook in het geloof, in het eeuwig leven. Ik denk van nou, die verbond afgeven, die zijn heel dicht bij ons. Heb je de mis zelf gedaan? Ja, de mis zelf gedaan. Wow. Inderdaad voor het wel lastig, van de andere kant voel ik dat ook. Want ik denk, van ja, ik doe het voor zoveel nu, wil ik het goed doen, dan wil ik het zeker voor de mam en ook voor mijn broers en zusters goed doen. Is dat niet heel erg moeilijk? Ja, zeker na de begrafenis van de mam, daar hou ik het er heel lastig mee. Toen ik dan nu soortgelijke lu moest begraven, dan hou ik het er heel lastig mee, ja. Ja. Maar dat is incidenteel en dat weegt er ook heel veel andere dingen mee. Ik heb les bij een bediening, voelde ik heel emotioneel en begon ik ook... Ja, moest ik het even stopleggen. Het is voor me ieder nooit gebeurd, maar familie snapte dat en pakte dat ook heel rustig op. Wanneer ze zich het vroeg, het was een hele ontspannen sfeer. En dan is een voorbij gegaan en dat hebben we aan eigenlijk zo gekoesterd dat moment. En ik heb ook niks meer hoeven uit te leggen en dat was goed. Dat neem voor u mee en dat accepteren zijn, dat is goed. Ja. En dat liet ze ook zien, niet dat het dan moet, maar het deed zich zo vuur dat ze zelf ook van vlees en bloed is.